video. De video, de detail video van Tess. En het is nu overdag en ik hoop dat jullie haar nu goed kunnen zien. Dat is lastig natuurlijk altijd om het goed gedetailleerd in beeld te krijgen. Ze ziet er zo op de video toch nog weer heel anders uit dan in het echt. En dat is echt heel lastig om dat te krijgen. Ik probeer ook al door een beetje met het licht te spelen. Dan daar weer wat meer, achter weer wat meer licht en dan voor weer wat meer licht. Maar het gaat echt heel lastig. Maar ik hoop echt dat zij goed op beeld komt. Hoe ze er in het echt uitziet. Ze is namelijk heel mooi gekleurd. Ik zie haar nu ook voor het eerst in daglicht natuurlijk. Want gisteravond werd het inderdaad al gewoon echt super snel donker. Dus ja, toen kon ik haar ook niet meer in het daglicht zien. En moesten wij haar ook bij het avondlicht bekijken. Ja, we gaan een detail video doen vandaag. En ik heb andere kleertjes voor haar klaar liggen. Want ja, zoals jullie weten kon ik gewoon een heel moeilijke keuze maken tussen welke ze nou aan zou krijgen. Dus ik heb dit schattige pakje voor vandaag erbij gepakt. Zodat ze allebei heeft gedragen. Ze heeft nu dit schattige pakje aan. Dit is de keuze geworden. Dat hebben jullie ook niet eens gezien. Hè? Dat ik haar om heb gekleed. Want het werd uiteindelijk zo rumoerig. En iedereen wilde haar zien. En voordat ik de video heb gestopt. En dat ik haar gewoon rustig in alle rust heb omgekleed. En haar pakje heb uitgedaan. Haar geboortepakje. Het zijn toch altijd de dingen die je als eerste doet. Niet omdat het pakje wat ze aan had niet mooi was. Maar gewoon puur omdat het voor jezelf is. Hè. Je kleedt je eigen baby aan met een pakje die je zelf hebt uitgekozen. En die je zelf voor haar hebt klaargelegd. En waar je eigenlijk al weken in overdroomt hoe dat eruit gaat zien. Ik wissel het speentje ondertussen even om. Want dit is een ecru speentje. Ze krijgt een wit pakje aan. Dus ik doe nu het donkere, beetje paarsige speentje aan het speenkoord voor haar. Dit is puur ter decoratie trouwens, jongens. Want ze heeft wel een speentje meegekregen van Sam. Maar ja, zoals dus met al mijn baby's die zo'n heerlijk uitstekend lipje hebben. Wil een speentje is gewoon heel lastig. Ik kan het wel even laten zien. Het wil wel hoor. En het lijkt ook wel lief. Maar er steekt altijd een klein beetje uit. Hier is het speentje wat ze heeft meegekregen van Sam. Ook een heel lief speentje. Die heb ik jullie gisteren laten zien. En als ik die dan opdoe, dan ziet het er zo uit. Vanaf jullie kant is dat heel mooi. Vanaf bovenaf zie je echt heel duidelijk een heel grote ruimte. Dus maar van voor kan ze hem prima hebben, zeg maar. Zie je dat? Dat kan echt prima. Ja, een detail video dus voor jullie van baby Tess. Ik ga haar helemaal zo meteen uitkleden. En ik laat al haar, al haar ledematen en weet ik veel wat zien aan jullie. Voor nu dit speentje, die dan past dan weer bij dat andere pakje. Laat ik jullie zo meteen zien. Ja, ik ben er de hele avond nog een beetje mee bezig geweest. Mijn moeder kwam nog onverwachts weer terug. Ja, het was wel heel erg, nou ja, vervelend niet. Maar het was wel echt niet zo leuk. Want wij waren natuurlijk de hele middag al aan het wachten op Tess. En uiteindelijk kwam ze pas om 5:30 en was iedereen al naar huis die op haar stond te wachten. Dus uiteindelijk is mijn moeder nog, nou ja, weer teruggekomen. En om haar goed te bekijken. Nu wordt het licht ineens blauw. Echt raar is dat, hè? Maar dit is haar. Ze heeft heel blond haar. En bovenop is het een beetje gelig haar. En opzij echt wit. Ik heb haar ook nog niet zoveel vastgehouden, dus ik vind het ook fijn om haar even lekker vast te houden. Maar
Ja, ik denk dat jullie het best wel goed kunnen zien. Ik kom nog even wat dichter bij de camera. Ze heeft echt een hele mooie kleur. Heel mooi haar. Dit is wel ander haar dan weer bij Lux. Dat wel. Dit is haar gezichtje. En Liefie? Ja. Vanmiddag gaan we ook nog weer op pad. Ik hoop dat het weer iets beter wordt. Maar gelukkig heb ik voor de kinderwagen een... hoe heet dat? Regencape. Want het is nu echt van het vieze miezerig geweer. Dus ja, niks aan. Haar mooie sokjes met het goud. Ja, ze heeft echt een mooie collectie. Ze heeft ook echt hele mooie dingen meegekregen van Samantha. Nou, dat heb ik jullie ook al laten zien. Vooral het ene blauwe pakje. Daar ben ik echt super dol op. Het pakje wat ze aan had ook. Echt past precies bij mij. Hier had ze dus van die kniekousjes aan. Met roezeltjes en tulle. Nou, echt helemaal mijn stijl. Ze had natuurlijk dit hele schattige pakje aan. Die is dus met roze stipjes. Dat zien jullie misschien niet zo heel goed. Maar dit had ze aan. Was echt heel lief. Volgens mij heeft Sam dit bij de... Dit is Spaans en dat heeft ze op de Facebookpagina, denk ik, gok ik, van Reborn Wereld gekocht. Dus zoeken jullie nou ook Spaanse kleding voor een schappelijke prijs, echt waar. Zeker, zeker weten, ik vind het zijn echt hele goede prijsjes. 13 euro voor Primi, 13,90 euro, hele schattige jurkjes met zo'n luie broekje. En zelfs voor gewone maatjes 15 euro. Dit pakje was volgens mij iets duurder, maar ik heb geen idee. Ik heb niet allemaal uitgezocht natuurlijk. Dat ga ik ook niet doen. Het heeft ook maakt ook helemaal niks uit wat het heeft gekost. Maar ik kwam volgens mij op Reborn Baby, of nee, Reborn Wereld. Je hebt Reborn Baby Wereld op Facebook en je hebt Reborn Wereld. Reborn Wereld staat ook op de beurs in maart. 21 en 22 maart in 's Hertogenbosch, de Brabant Hallen. Daar staat ze ook met een kraam. En daar komen al die prachtige mooie kleertjes vandaan. Dus wil je ook voor zulke mooie Spaanse kleertjes, moet je daar zeker weten even gaan kijken. Dus dat is even een reclame voor Reborn Wereld. Echt super mooie kleding voor echt goede prijzen. Voor iedereen betaalbaar, laat ik het zo zeggen. Je kan zelf kiezen hoe duur je het maakt, maar je hebt echt wel iets heel moois voor 15 euro. Je kan er dan nog schoentjes en armbandjes en sokjes en weet ik veel wat haarbandjes allemaal bij doen. Dat mag je zelf bepalen natuurlijk. Qua prijs, dat komt er allemaal wel overheen. Maar de pakjes zijn echt heel goed betaalbaar. Nou, ik ga verder met Tess. En het broekje. Ja, dat vertelde ik over... Dat broekje wat ze meegekregen heeft van Samantha, er staat geen labeltje in. Het rompetje wat erbij zat is van CNA, maar het broekje is niet van CNA. Dat kan ik je nu al vertellen. Ik kan er namelijk geen labeltje in vinden en ik weet altijd 100% zeker dat CNA ook in de broekjes gewoon een labeltje heeft. Dit is het broekje. Hij is echt te schattig. Ik vind hem zo leuk. Hij zal haar ook echt heel mooi staan. Dat weet ik 100% zeker. Maar er zit dus helemaal geen labels in. Dus misschien is het wel handgemaakt of speciaal voor Tess gemaakt. Ik weet het niet. Samantha stuurt heel vaak een item mee voor mijn baby's die ze specifiek voor deze baby heeft laten maken. Zo heeft Lux natuurlijk haar super prachtige jurkje van Reborn Nina. Helemaal handgemaakt, speciaal voor Lux. Echt, daar ben ik nog steeds super blij mee. En dat vind ik echt heel erg lief van Sam. Dat ze zulke mooie dingen altijd voor me uitzoekt. Ik ben echt super gelukkig. En ja, zij is voor mij gewoon echt de beste. Volgens mij weet ze dat nu ondertussen wel. Want ze wordt de hele dag gespamd dat ik zo blij met haar ben en weet ik veel wat.
Ik ga even haar, Tess haar beentjes laten zien. Kijk, haar voetjes zijn iets roder, blauwer, echt pas geboren. Haar beentjes zijn wat gemarmerd, een klein beetje. Niet zo erg als Nora, maar wel een heel klein beetje. Ik vind het toch nog heel lastig om in beeld te brengen, jongens. Maar volgens mij is het wel aardig. Ze zijn echt super mooi. Ik kan eens kijken als ik de camera pak in mijn hand. Of ik het jullie goed kan laten zien. Dus ik ga even bewegen. Even vanaf deze kant. Nou, hier zie je wel dat het gemarmerd is. Maar dit is nog niet de daadwerkelijke kleur. En hij stelt ook niet echt heel scherp. Hij gaat met die... Met het licht aan de hal. Jongen, jongen. Wat is het toch lastig soms om dat in beeld te krijgen. Ik zie alleen mijn hand. Waar zijn haar benen? Echt lastig. Ze is echt gewoon heel mooi van kleur. Ik weet niet of jullie haar zo zien. En of je het daadwerkelijk kunt zien. Maar ze is echt super mooi. Samantha stuurt mij nu net een berichtje. Ik ga even het je spieken. Oh, ze vindt de video echt heel erg mooi. Ik stuur haar eventjes een poppetje terug. Sorry jongens. Gaat gewoon allemaal tussen de video in. Ik heb haar namelijk de video gestuurd van de box opening. Zo, nou, Sam is weer weggeswipt. Van de box opening heb ik haar natuurlijk de video gestuurd. En die vond ze echt heel mooi. En nu ik haar zo bij daglicht zie, vind ik Tess nog mooier. Maar ik kan het jullie zo moeilijk laten zien. Het is echt heel lastig. Nou, maar ze is prachtig. Ze valt ook gewoon weer heerlijk soepel, hè. Zoals al mijn baby's. Ik heb ook wel Rosalie Kids gezien waarbij ik twijfelde aan de beentjes. Dat ik dacht van oeh, vind ik dat wel mooi. Want die staan dan helemaal zo de hele dag. Nou, daar hou ik niet van. Kijk, en bij haar kan gewoon de beentjes zo gekruist worden. Gewoon echt super schattig. En ze is helemaal niet stijf gevuld. Daar hou ik echt niet van. Ze moeten gewoon echt in alle houdingen, zeg maar, neergelegd kunnen worden. Ik verbaas me echt over haar haar. Ik had echt verwacht dat ze donkerder was. Maar ze is echt heel blond. En ik heb altijd gezegd, oh, dat wit blond, dat vind ik echt niet mooi. Maar bij haar, ik neem het terug. Ik neem het terug. Ik vind het wit blond toch wel heel mooi. Of mijn smaak verandert gewoon. Dat kan natuurlijk ook, hè. En het haarkwaliteit, alles verandert natuurlijk. Hè? Dus toen ik Finn kreeg en daarna Nora en Levi, heb ik ook bij Levi's wel een hele hoop blonde Levi's gezien. Nou, vond ik gewoon echt niet mooi. Dat ik dacht van nee, ik hou niet van blond. En bij Lux, bij Seb twijfelde ik heel erg. Had ik ook een heel mooi blond kapseltje gevonden. Die heb ik dus uiteindelijk naar Sam gestuurd toen ik Lux liet maken. Lux heeft dus dat kapsel gekregen. En ik zag nu op Facebook. Ik heb natuurlijk meerdere mensen met reborns op Facebook. En wie heeft er ook zulke prachtige reborns? Ik weet even de naam niet. Maar ik zag echt zo'n schattig jongetje. Ik kan de foto ervan wel eventjes achter deze video plakken. Die vond ik echt super mooi. Ook hartstikke wit blond. Maar echt een prachtig kindje. Prachtige reborn. Ik twijfel over de kit. Ik kom er maar niet uit welke kit het is. Ik heb nu zelfs het idee
dat het de Charlotte is. De Charlotte van Laura Lee Eagles. Als jongetje. Maar ik twijfel echt heel erg. Dus ik plak de foto achter deze video aan. En laat me even weten als je denkt te weten welke kit het is. Want ik vind die echt gigantisch mooi. Maar mijn Rosalie is ook gigantisch mooi. Ik ga lekker eerst genieten van Rosalie natuurlijk. Maar goed, het is een mogelijk misschien broertje. Maar dat weten we nog niet. Ik twijfel over van allerlei kids. Ik vind heel veel kids mooi. Of heel, juist niet mooi. Het is echt heel wisselend. Maar de Charlotte trouwens vind ik wel echt. Die Sam ook heeft gemaakt. Die Charlotte vind ik ook prachtig. Ik zal die foto er ook achter doen. Achter deze video. Dan kunnen jullie hem misschien ook vergelijken met het jongetje. Wat ik dus zag. Zij heeft hem als jongetje. Ik denk dat het de Charlotte is. Maar ik weet het dus niet 100% zeker. Het kan best een andere kit zijn. Maar ik heb echt gekeken naar de handjes. Die lijken toch wel heel erg veel op de Charlotte. Maar het gezichtje lijkt me zo anders. Maar het kan ook zijn omdat ze dus er een jongetje van heeft. Dat het daarom zo anders lijkt. Maar ik heb mijn lievertje, mijn Tessje. En die ben ik even heel voorzichtig aan het proberen haar shirtje uit te trekken. Want de shirtjes, die trek ik niet over haar hoofd. Om haar haar. Ze heeft ook wel weer wat ander haar dan Lux. Lux heeft wat dat betreft... Nou, makkelijk haar wil ik niet zeggen, maar het krult niet. Het blijft stijl. En daarom is het heel makkelijk weer even een beetje glad strijken. En dan zit het weer in model. Maar dat is met dit haar iets anders. Dit is toch wel, dit gaat misschien wel weer wat krullen. Pluizen zou iets vaker geborsteld misschien moeten worden. Daarom wil ik er zo voorzichtig mogelijk mee omgaan. Want ik wil, zoals jullie weten, zo weinig mogelijk borstelen. Ik hou er niet van. Ik trek ook even haar romper uit. Dan kunnen jullie ook... dat is altijd een beetje last met dit rechterarmpje. Kunnen jullie haar lichaampje ook even zien. Dus een helemaal naakte Tess. Oh Tess, je komt naakt op de camera. Dat is ook wat zeg. Zo. Jonge, jonge. Je luier is helemaal afgezakt. Heb ik hem niet strak genoeg gedaan? Zo. Nou, een naakte Tess voor jullie. Even haar haar weer glad strijken. Elke keer als ik haar oppakte, ik zag het gisteren al met het plastic verwijderen. Ik dacht, oeh god, dat ging helemaal al statisch omhoog staan. Maar dit is een naakte Tess. Haar armpjes. Haar beentjes. Haar andere handje. Ook zo super cute. Dit handje met dat vingertje omhoog. Oh jongens. Ja. Hier is ze. Ze valt dus heel mooi soepel. En dat zie je dan ook wel weer als ik zo doe. Met haar mooie hoofdje. Kijk, als een echte baby valt ze. Dus ja, ik hoop dat jullie haar details gewoon een beetje kunnen zien inderdaad. Dit is haar haar. Ze is gewoon echt super echt gekleurd. Ze heeft trouwens maar één luier om. Ik twijfel nog een beetje... of ik er nog een luier omheen zal doen. Maar ik twijfel dan aan de soepelheid van de beentjes. Dus ik ga het even uitproberen. Nu kan ze dit. Ik doe er even een nummertje 2 overheen. Ja, ze kan nog steeds haar beentjes goed, dus het wordt wel enorm dik. Maar ik laat het even zo met 2. Ik ga eens even kijken hoe dat dan is bij haar. Want jullie weten natuurlijk dat ik gek ben op
twee luiertjes. Omdat ze dan zo'n lekker pamperkontje heeft. Maar ik wacht het heel even af. Ik heb haar nu natuurlijk nog maar één luiertje. Heb ik haar al erom gehad. Maar ja, dit zit denk ik ook wel goed zoals het is. Nou. Eerst haar lange arm, haar gestrekte armpje. En dan haar kromme armpje. Die heeft even wat minder ruimte nodig. Zo. Ik heb hier trouwens een 50-56 gekocht. Nou, zoals jullie zien is dat nog best ruim. Maar dat kan prima. Zo. Weer in je romper. Dat is een stuk beter, hè? Ja, zo bloot. Dat is niks aan, hè? Ik hou niet van bloot, zeg maar. Kijk. Dit gebeurt er dus telkens met de haar als ik haar oppak. Dan heeft ze dus een pluimpje achter op de kop. Dat moet ik dan even weer plat drukken. Maar dit zijn twee verschillende kleuren haar. Dus het zal ook wel twee verschillende soorten misschien zijn. Maar volgens mij zei Sam dat haar haar van Jana Koenter is. En Tess heeft haar van Suzanne Nagel. Dus dat is het verschil. Dan gaan we het warme pak bij haar aantrekken. Ik ga ook een... daar zit het kaartje zelfs nog in. First size. Heeft ze hier. Dus ik hoop... First size. Dan hoop ik dat... die mooi zit. En ja, we zijn natuurlijk ook allemaal nieuwsgierig, denk ik, naar dat ene pakje van de Zeeman met dat kraagje, weet je wel. Waarvan ik zei van, wow, wat een verschil met dit pakje, wat ik hier nu in mijn handen heb. Dus ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Oh, ik til haar even op, jongens. Even haar kontje erin liften. Zo. Nou, die first size mag ze ook gewoon wel echt hebben. Zo. Je rompen eronder. Die willen we niet zien. Even op je buikje. Ja, dat gaat niet zo makkelijk, hè. Dan even zo. Oh, dit staat ook weer super schattig. Volgens mij staat alles haar super schattig trouwens. Heb ik het idee. Echt pas geboren. Oh, kom eens. Ah, jongens, kijk dan. Echt lief, hè? Echt pas geboren. Dat wit staat daar ook mooi. Roze staat daar ook mooi. Maar ik denk dat dit wel weer echt haar kleuren zijn, inderdaad. Heel mooi. Nou, even jouw haarbandje. Ik heb die haarbandjes zelf gemaakt, hè, voor haar. Ik vind het altijd zo gewoon eng om ze af te doen. Omdat je gewoon weet dat de boel in de war gaat. Ja, jullie zien haar nou even niet. Eventjes een borsteltje erbij, heel voorzichtig met haar rondingen mee.
Dit is haar haar zonder armbandje. Echt prachtig. Je bent zo mooi. En je bent de helft van de tijd niet in beeld, omdat mama met jou knuffelt, hè? Ja, maar je bent ook zo mooi. Oh, jongens, ik ben er gewoon helemaal moe van. Van de... Ja, stress wil ik niet zeggen. Ja, maar ja, stress. Van het wachten en van het, de spanning, hoe ze eruit ziet. Oh jongens, ik ben echt zo verliefd op dit meisje. Ik kan er gewoon niks aan doen, maar ze is zo schattig. Ze is een stuk zwaarder wel dan Lux. Oh man, ik heb nou last van mijn rug van je. Oh. Oh, je bent echt super schattig. Kijk dan. Zo. Dit pakje staat er ook zo lief. Beetje paarsige speentje erbij. Zo. Haar schattige knuffel. Ook zo'n lief dingetje. Echt heel leuk. Ik moet ook bij haar in de wieg. Sorry jongens. Voor alles wat jullie zien van mij. Geen idee wat er tevoorschijn komt. Ze heeft natuurlijk ook haar schattige Ducky. Kwaak. Ja, die is ook super lief, hè? Ja, hè, die hou je ook van, hè? Ja, ze is echt leuk, hè? Ze is mooi. Ja, ik hou echt van haar. Zeker weten. Ik ga haar spulletjes even lekker ordenen. En zij gaat even weer een slaapje doen. Want ze is, denk ik wel, weer helemaal moe. Ja, dit is Tess, jongens. Dan kunnen jullie haar veel en veel beter zien. Ik zal jullie nog even zo even erbij zetten. Even kijken of ik jullie zo goed kan krijgen. Dit is haar. Prachtig meisje. Ik kan niks anders zeggen. Elke keer zegt Sam, oh, ze wordt nog mooier, ze wordt nog mooier. En ik denk, nou, dat kan gewoon niet, dat kan gewoon niet. Want Lux is al zo prachtig. En die is ook... super mooi, maar Tess is ook weer heel mooi. Die heeft ook, Sam die overtreft zichzelf elke keer weer. Ja, Tess en Lux, mijn twee schattige meisjes. En ja, ik ben met elke schatje die ik heb, ben ik natuurlijk super blij. Ik vind ze allemaal even mooi op hun eigen manier. En ze zijn niet met elkaar te vergelijken, gek genoeg. Ondanks dat ze allemaal van dezelfde reborns te komen, zijn ze nog niet te vergelijken met elkaar. We gaan hopelijk zondag weer een video opnemen. Dit is nu jullie vrijdag video, die is dus een dagje eerder al online. Morgen neem ik geen video op, maar komende zondag waarschijnlijk weer een vergelijkingsvideo. Met Rosie van Kim. Ook de Rosalie Kit. Maar op de foto's zien wij zo al enorm veel verschillen. Of veel verschillen. Maar enorm dat ze allebei anders zijn. Dat ze allebei anders geverfd zijn. We kunnen het niet goed uitleggen. Rosie lijkt iets egaler. Maar ook qua kleur wat getinter dan Tess. Tess is natuurlijk blank en blond. Maar het is allemaal heel lastig vast te leggen op de foto's. Dus we zijn heel erg nieuwsgierig naar hoe dat nou in het echt lijkt. Sorry voor het trillen van de camera, dat is mijn hand. Maar we gaan dus zondag weer een video opnemen. Naar alle waarschijnlijkheid ligt er even aan of Kim kan komen. Of het lukt allemaal. En dan zie je die snel online komen. En voor nu wens ik jullie alvast een heel goed weekend. Voor iedereen die vakantie heeft, een hele fijne vakantie. Wij gaan ook genieten van de vakantie straks naar morgen. En dan een hele fijne Valentijnsdag natuurlijk voor morgen. Dus Valentijnsgroetjes van Tess. En dan zien we jullie heel snel weer. Tot de volgende video. Doei!